Goedemorgen, het is bijna 6:30 uur. Ik ga nog mijn rugzak hier maken. Alleen mijn tas en dan zijn we weg. Een brief, ik weet niet hoe laat ik ga terug zijn voor de kindjes, voor vrouw en kindjes die ook weg zijn op dit moment. Dus ik ga een lange rit maken terug weer met de elektrische motorfiets. Ik ga een paar dingen anders doen. Dit keer, vorige keer had ik deze mee, een 220 volt adapter. Voor als backup, voor als ik geen snellader zou vinden. Dit keer ga ik gewoon mijn type 2 laadkabel meenemen. Dus dan kan ik die gebruiken. Zelfs in Ardennen waren er daar genoeg van. Ik heb ook een gsm mee, puur voor datalogging. En ik heb gisteren al net geen 300 kilometer gedaan. Dus vorige keer ben ik gestrand op 710. Als ik dit vandaag ook weer doe, binnen de 24 uur van gisteren heb ik ook 1000 kilometer. Maar we gaan toch proberen van de 1000 te halen. Het is gewoon een excuus dat ik heb. Voor moest het niet lukken. Kijk, ik ben voorbereid. De route, juist. Ik heb niet echt een route. Maar ja, met dat gewoon snelwegen is dat ik volg, heb ik ook niet veel aan de route. Hè. Water natuurlijk ook. Eten. Nog wat meer eten. Ja, ik ga geen chocolade mee doen, want ze geven het gaat warm worden. Hè. Deze is helemaal opgeladen. Ja, gisteren is hier iemand komen laden aan die laadpaal met een 6 kW Zero SRS. En hij haalde ook de 5,8 volle 6 kW, net geen volle 6 kW. Kijk, gisteren heb ik 300. Ik heb 268 km gereden gisteren. Ik ga een keer gaan plassen. Recording. Mijn eerste laadsessie was totaal nog niet nodig, maar het is de eerste lader dat ik tegenkom. Ik ga een paar dingen anders doen, ik ga veel meer snelweg doen. Ik zat nog aan 85% of zo. Dus eigenlijk, 87 hier staat eraf. Dus hij is eigenlijk nu al aan het balanceren. Ik heb het nog maar juist ingeplucht. Ik denk dat tot hier 20 km is van thuis of zo. Het is echt twee keer niks. Deze wou niet direct starten. Ik heb moeten echt terug uitpluggen. Alleen dan wou hem, het is een Allego. Met zo'n 50 kW laadpaal, like bij de Lidl en zo. Geen Lidl's vandaag, het is niet open de Lidl. Het is de feestdag. Plus, de Lidl's sowieso die waren bijna allemaal bezet. Hier is het volledig leeg. En een beperking van 30 minuten om te laden. Voilà, gedaan. De volgende lader is maar 50 kilometer verder, dus ik kan eigenlijk zelf vlotjes onder 20 rijden. Oké, de tweede laadstop. Dit keer stond ik aan 60%. Ik heb maar 10 minuten laadtijd nodig. Ik ga mijn Engelse video en mijn Nederlandstalige video, dus ik ga deze video in de twee talen uploaden, maar ik ga wel de inhoud een klein beetje veranderen. Ik ga niet over dezelfde dingen praten. Gisteren had ik ontdekt dat mijn laars, en dan zien, hier is een naad, wat hier kan het zien, hier is een naad. Gestikt zo. Hier, dat is gestikt. Maar aan deze kant was dat helemaal losgekomen, hier die naad. En dat haakte achter hier achter dat plaatje, hierachter haakte dat heel tijd. Dus dat scheurde gewoon. En dat is nog gevaarlijk, want ik wou dan remmen. Dus als je remt, zet je voet zo. Kun je dat zien? En als je remt, zet je voet naar voren. Maar dus alle keren haperde dat. Dus nog verschieten ze. En van ja, als er mensen zijn, dus ik zit terug met mijn oude vuile Richa eerste jas. Als er mensen zijn met tips voor een andere jas, liefst geen Richa. Ik ben niet zo content van Rietje. Je zal een paar keer, het is recent gewassen deze, maar dat gaat er niet meer uit. Ja, volgende laadstap is opnieuw zo'n 50 kW, maar om de een of andere reden is hem nu al, dus ik was juist onder de 50% en nu al is eigenlijk maar aan 14,1 kW. Is het hem, hier op dashboard staat 15 kW.
En heeft, die paal is al van begin eten nooit meer dan 15 kilowatt gegeven. Ik weet niet of dat aan mijn accu ligt. Ik kan de temperatuur hier niet zien. Maar ik nu is 20 minuten laden. Van 15 naar 80, terwijl ik normaal gezien 20 minuten laat van 30 naar 80. Dus dat is wel een serieus verschil. Ja, de Ionity lader hier in Liège is blijkbaar bij de luchthaven. Ja, dit is echt mijn eerste Ionity laadsessie. Ja, natuurlijk staan er hier vier. Ik was natuurlijk bij de dien hier gestopt en ik wil inpluggen, maar die bleek kapot. Dus ik zit nu bij de andere drie werken wel. En ik sta hier ook alleen. Zo. Die drie werken. Dus een dien die stukjes. Maar ja, dus dat batterijtemperatuur ding is wel een ding. En is nu aan het laden naar 14, of zal het nog niet, 13 kilowatt. Nog 30 minuten. Tegen dat ik weer aan 80% zit, dan ga ik verder. Dus ik kan twee dingen doen. Ik kan ofwel trager rijden, maar dan ga ik mijn afstanden niet halen natuurlijk vandaag. Dus dat ga ik proberen niet te doen. Ofwel kan ik, dat ga ik nu proberen, dat ik eigenlijk, dus ongeveer zit er tussen elke lader 50 kilometer. Maar ik ga denk ik nu gewoon telkens één lader overslaan. Dus dat ik 100 kilometer afleg, laat, 100 kilometer afleg, laat. En dan hoop ik dat de motor de batterij kan afkoelen. Als dat, maar wel nog altijd 120 rijden. Hè. Ja, als hem dan nog niet genoeg kan afkoelen, ja, dan is de enige andere optie trager rijden. Hè. Maar dat doe ik vandaag niet. Hè. Ik kreeg net een tip van achter vrachtwagens te blijven hangen. Dus eigenlijk ja, toch trager rijden. Ja, nog een nieuwe lader. Ik heb een tijdje, ik had een tip gekregen via WhatsApp van achter een vrachtwagen te rijden. Dus eigenlijk ja, dat komt overeen met trager rijden. Ik heb dat voor 30 kilometer gedaan op de snelweg, maar het is niet afgekoeld in die tijd. Het is 10 minuten langer wachten bij het laden telkens. Hè. Wel al overal al mijn vrije lader gevonden. Op dat vlak heb ik wel geluk al vandaag. Het weer, kijk, ik heb een petje mee, want het is heftig het weer. Allee, heftig, het is in de 20 graden ergens. Ideaal voor de accu. Allee, qua rijbereik en zo ideaal, maar niet ideaal voor het laden natuurlijk. Alhoewel dat ik niet denk dat, want vanmorgen was hem al aan het opwarmen, als het nog maar 18 of zo graden was. Dus het is niet zozeer de omgevingstemperatuur die het hem doet. Hè. Het is echt gewoon de combinatie van snel laden en snel rijden. En met snel rijden bedoel ik 120 km per uur rijden. Hè. Dus. En nu heb ik file, dus met een klein beetje geluk en werkzaamheden. Dus ik mag echt maar 50 rijden hier bijvoorbeeld op de snelweg. Dus met een klein beetje geluk kan ik zo de batterij doen afkoelen. Nu ben ik echt aan het laden aan de snelheid aan mijn Zero SRF met laadtank laten. Veel van die laadpalen hebben zo heel korte kabels, hè. Maar kijk naar deze. Hè. Dus dat begint daar, een ding. Dat is allemaal overschot. En dan de motor. Nu, dat is wel extreem. Meestal zijn ze zo lang niet. Ja, ik ben hier net even gestopt, maar kijk, ik ben hier een kou getrapt. Echt mensen, ze smijten gewoon een vuilbak, hè. Hoe moeilijk is dat? Ik denk dat het eraf is. Maar ik had gezien dat mijn Bluetooth-connectie weg was, dus ik heb dat even hersteld. En het is nog altijd een geel batterij, hè. Maar het is wel 100 kilometer tussen twee snelladers. Ik ben benieuwd of dat mijn accu afgekoeld gaat zijn. Daarna ga ik trouwens binnen doorrijden. Even van de snelweg. Nu ben ik op de ring van Antwerpen, maar ik sowieso maar 100. Dat komt ook nog goed uit. Ja, dus ik ben bijna vast net lader. Hè. Voor de eerste keer in een putty. Allemaal overdekt. Maar mijn batterij is nog altijd oranje, dus, of geel, wat ook is. Dus nog altijd 13-14 kilowatt laadsnelheid, spijtig genoeg. Het is leeg voor de rest. Maar hou zeg, het kan niet op, het is al een bankje. Nog een keer een lekker koekje. Oei. Pas hier een koers zo te zien. Dat is natuurlijk niet handig. Kijk, die kan net moet eigenlijk wachten. Dat is vreed, hè. Ik ga toch daar in Gentbrugge.
gaan opladen. Daar staan er verschillende Allego-laders. Vier, dacht ik. Het eerste nadeel is dat het terrein niet aangelegd is. Och, en weer allemaal vrij. Ik heb net anderhalf uur binnen doorgereden. Dus dat, allee, daarmee heeft het toch echt, denk ik dan, dat ding, anderhalf, 90 minuten de kans om af te koelen. Maar kijk, het is nu zelf erop naar 6 kilowatt laadsnelheid. Hoe lang moet ik dan wachten? 53 minuten. Ja, toen dat mijn laadsnelheid volledig ingezakt was, heb ik het eigenlijk gewoon opgegeven en ben ik richting huis gereden. Eigenlijk op een kwartiertje van thuis is de accu alsnog groen geworden. En dat zijn dan nog de statistieken van de dag. Oh ja, dus 4,82, maar eigenlijk was het 500 kilometer. Ik ben iets te laat beginnen opnemen. Ik was vergeten van de rit op te nemen. Ja, dat is die Yamaha app. Maar dat was, kijk, 14 graden. Dat klopt wel niet. Het was wel een pak warmer dan 14 graden. Het was zeerder, want dan, dat stukje dat ik binnendoor moest omwille van de koers, dat was echt veel te warm. Eigenlijk was het interessanter om op de snelweg te blijven, gewoon omwille van de hitte. Het was tegen de 30 graden volgens mij.